Dag allemaal. Jammer dat we elkaar niet kunnen ontmoeten in de Dominicane Kerk. Het is niet anders, dus probeer ik op deze manier iets zinnigs te zeggen over de 6 boeken die jullie al dan niet gelezen hebben. Laat ik dan beginnen met het boek Summer van Monica Sabolo. Dit boek, ik moet jullie eerlijk gezegd bekennen dat als ik dit op de tafel van de boekhandel had zien liggen, ik niet zo heel snel geneigd zou zijn om het op te pakken en door te bladeren. Heeft te maken met die foto op de cover, met de titel. En als je het dan toch zou oppakken en je leest achterop dat het over een 19-jarig meisje gaat dat verdwijnt, wegloopt van huis en niet meer terugkomt met alle verwikkelingen van dien, dan nou, ik geloof niet dat ik op voorhand heel erg enthousiast zou zijn. Maar dat blijkt een misvatting. Want ik heb juist genoten van dit boek. Mijn vooroordeel werd onmiddellijk gelogen straf, al in het begin eigenlijk. Want je slaat het open. En wat lees je? Een gedicht van Arthur Rimbaud. En laat deze Arthur Rimbaud nou net een van mijn lievelingsdichters zijn. Toen ik 19 was trouwens. Die mij zeer veel troost verschaft. Niet dat ik zijn gedichten allemaal even goed begreep. Integendeel. Maar het gevoel dat ik erbij had was voor mijzelf heel erg belangrijk. En verschafte mij troost. En op jullie leeftijd, zeg maar, kan dat heel belangrijk zijn. En dus voor mij ook destijds. Hè. Laat ik het meteen maar voorlezen dan. Als reclame ook voor Arthur Rimbaud. De dichter zegt dat in de stralen van de sterren je 's nachts de bloemen zocht die je plukte bij dag. En dat hij in haar waarde op het water verre Ophelia als een grote lelie drijven zag. Zo begint dit boek. Als de dichter in de verte, in de nacht, een vrouw op het water ziet drijven, dan weet je al, dit gaat niet veel plezier opleveren in dit boek. Althans, het literaire donder is in de glazen. Laten we het daar maar op houden. Okay. Dit meisje Summer is dus 19 jaar, verdwijnt op een dag van een picknick aan het meer van Genève. Ze verdwijnt door de struiken en komt nooit meer terug. Dit meisje, dat is een goede doen. Ze is heel mooi. Ze beantwoordt aan het algehele schoonheidsideaal. Ze ziet er goed uit. Ze heeft lange blonde haren. Ze is slim. Ze komt uit een goede familie. Haar vader is een succesvolle advocaat. Iedereen kent hem. Weliswaar wordt hij gelinkt aan wat duistere zaakjes. Maar dat is vooral nadat Summer is verdwenen. Haar moeder is een zeer zelfverzekerde vrouw. Zeer geliefd, zeer gastvrij. Staat bekend onder goede, mooie feesten. En draagt doorzichtige jurken. En dat zegt iets over de manier waarop ze zelfs verzekerd is. Daarentegen heeft Summer ook nog een broer, namelijk Benjamin. En van deze Benjamin Wasser krijgen we het hele verhaal rond die verdwijning en de verwikkelingen daarna te horen. Van zichzelf zegt hij dat hij helemaal niet in dit gezin past. Het is een beetje schrille, schrikachtige puber, deze Benjamin. Hij slikt medicijnen, gebruikt drugs, heeft tics, dat soort dingen. Loopt later bij een psycholoog en natuurlijk wordt dat allemaal erger en uitvergroot op het moment dat Summer verdwijnt en hij niet echt helemaal de vinger erachter krijgt waarom zijn grote zus is verdwenen. De zoektocht, of eigenlijk, het is niet echt een zoektocht, maar er blijven een hele hoop vragen liggen rond die verdwijning van Summer. En deze Benjamin is degene die ons uiteindelijk moet helpen om het raadsel op te lossen. Maar dat duurt een boek lang. Die Summer, ze wordt redelijk stereotype neergezet.
Maar door die verdwijning blaast ze eigenlijk wel meteen het hele sprookje van dat gezin op. En zoals het dan gaat, dan gaan alle spotlights op dat geweldige, succesvolle gezin. En blijkt er een hele hoop aan de hand te zijn, waar niemand weet van heeft, maar dat wel aan de hand is. En daar komt deze Benjamin langzaam wel achter. Hij had dus dat gevoel dat hij er niet bij hoorde. Hij beschrijft zichzelf op een bepaald moment ook als een TBS'er op proefverlof. Nou goed, deze Benjamin loopt bij zijn psycholoog. Monica Sabolo beschrijft het allemaal fantastisch. Die gesprekken bij die psycholoog. De ontmoetingen met de vriendinnen van Summer. Op een bepaald moment zegt een van die vriendinnen ook tegen hem: dit gebeurt helemaal niet zomaar. Een verdwijning gebeurt niet zomaar. En het is net of bij Benjamin dan pas iets loskomt waarvan hij denkt, nou ja, inderdaad, misschien is er wel meer aan de hand. Hij komt, omdat hij zelf eigenlijk steeds meer aan lage wal raakt, in contact met de politie, bouwt daar ook wat contacten op die hem later te pas zullen komen om het mysterie rond zijn zus op te lossen. Wat je ook ziet is hoe de omgeving dan op zo'n gezin reageert. Hè? Er zijn mensen die zeggen, het is jullie eigen verdiende loon. Dat krijg je dan, hè? Het is jaloezie. Maar er zijn ook een hele hoop dingen die spelen die, zoals, zeg maar, zo heet dat dan, publiek geheim zijn over dit gezin. En waar heel veel mensen weet van hebben. En waarschijnlijk de gezinsleden zelf ook, maar daar praten ze niet over. En dat is nou precies wat er is aan de hand is in dit boek. Het lijkt wel of er een soort code geldt. Als we er niet over praten, dan bestaat dat ook niet. Dus er is nauwelijks contact tussen deze Benjamin en zijn ouders. Tussen de ouders onderling. Het is stil, het is zwijgen. Het lijkt wel een soort omerta die ze gestand doen. Nou. Ik vind dat Monica Sabolo trouwens dit allemaal prachtig vertelt. Goede beschrijvingen. Het is gewoon zeer overtuigend gedaan allemaal. Langzaam blijkt dat een porseleinen gezichtje van deze Summer op het krakelee komt. Als blijkt dat ze bijvoorbeeld helemaal niet zo'n ideale puber was. Want ook deze Summer gebruikte poppers voor de gymles. Nam shotjes 's nachts in school, waar ze niks te zoeken had natuurlijk. En had veel relaties met veel oudere jongens. Deze Benjamin die geeft op een bepaald moment een beschrijving van 24 jaar vermissing. Want zo lang duurt het boek voordat een en ander wordt opgelost. Hij zegt, we hebben geprobeerd om het verleden achter ons te laten, maar niets is veranderd. Alles is nog precies hetzelfde als 24 jaar geleden. Als glasscherven die liggen te schitteren in het witte licht. Nou, dat is een hele mooie, subtiele manier om te zeggen wat een verdwijning doet met een gezin. Wat overblijft is een goed geconstrueerde zoektocht van die Benjamin. Het gaat al langzaam, daar niet van. Sabolo schrijft dat in soms erg mooie zinnen op. Haar observaties zijn erg raak. Ik heb ook wel af en toe moeten grinniken. En natuurlijk, zoals gezegd, een meisje van 19 verdwijnt niet zomaar. En van die bittere waarheid krijg je aan het eind van het boek flink voor de kiezen als lezer. Ze doet dat eigenlijk zo overtuigend dat je pas later, als je, althans dat geldt voor mij dan, hè, als het boek uit is, dat het dan pas een hele hoop vragen door je hoofd zingen als van, kan dat allemaal wel? En had Benjamin niet meer vragen moeten stellen? Hadden die ouders niet ergens op aangesproken moeten worden, publiekelijk bijvoorbeeld? Had de politie niet meer kunnen doen? Had dat hele verhaal van Summer niet veel eerder de pers moeten halen, ik noem maar wat. Maar goed, zoals dat gaat,
op het moment dat je het boek uit hebt en je bent nog een paar dagen later nadenken over dit soort dingen, dan kun je het boek wel als geslaagd beschouwen, want het houdt je in ieder geval nog bezig. Waarvan akte. Het volgende boek waar ik met jullie over wil spreken is het van Marianne Leeky. Vanuit Hier zie je alles. Achterop staat betoverende bestseller voor de liefhebbers van de film Amélie. Nou, ik ben een liefhebber van die film. Ik denk dat hier met name wordt bedoeld dat in die film Amélie een aantal absurde scènes zitten. En dat absurdisme zit zeer beslist ook in dit boek. Als we het openslaan, en we slaan even de opdracht over en de proloog, en we kijken naar deel 1, dan begint het boek met het hoofdstuk Weiland, Weiland. Dat vind ik heel erg leuk, Weiland, Weiland. Daar gaat het in godsnaam over. Het prikkelt meteen. En dan vervolgens komt de eerste zin. Toen Selma zei dat ze 's nachts over een okapi had gedroomd, wisten we zeker dat een van ons ging sterven. Dat is nogal eens een prikkelend begin voor een roman. En wel binnen de komende 24 uur. En dan komt het tweede zinnetje. Dat klopte bijna. Nou, dan heb je mij in ieder geval als lezer wel te pakken. Zo opent Marianne Leeky de wereld van Westerwald. En, die ook al Oelhek wordt genoemd, het Uilenbos. Het is een dorpje afgelegen tussen de hooivelden. Hooilanden tussen de velden, er is een bos in de buurt. En daar kunnen die bewoners hun leven leiden. De buitenwereld dringt er nauwelijks toe door. Dat gebeurt heel zelden. Bijvoorbeeld via Frederik. Dat is de liefde van hoofdpersoon Louise. En die Frederik, dat is een boeddhistische monnik die in Japan woont. En dan hebben we nog Louise's vader, die zwerft over de hele wereld en meldt zich af en toe via de telefoon. Heel af en toe komt hij ook langs. Maar dat zijn eigenlijk de twee verbindingen met de grote wereld buiten dat dorp. Maar even terug naar die Selma, want daar begint het boek over. Zij is overigens niet de hoofdpersoon. De hoofdpersoon is Louise. Dat is een meisje dat eigenlijk het hele verhaal vertelt in drie periodes van haar leven. Maar die Selma die speelt wel een belangrijke rol. Want dat is een vrouw die alleen al qua uiterlijk enorm opvalt. Want vreemd genoeg wordt onmiddellijk gemeld dat ze sprekend lijkt op Rudy Karel. Een Nederlands-Duitse quizmaster die inmiddels is overleden. Maar die wereldberoemd is bij een groot deel van de Duitsers op leeftijd. Maar deze Selma heeft ook voorspellende dromen. En als er een okapi in haar dromen voorkomt, dan zal er binnen een etmaal iemand sterven. En dat is ook een paar keer gebeurd. Dat zorgt uiteraard voor onrust in het dorp. Zeg maar weer kont heeft gedaan van zo'n droom, dan lopen de mensen bijvoorbeeld over de straten alsof ze op een laagje ijzer lopen. Iedereen is bang om uit te glijden en degene te zijn over wie wiens dood eigenlijk is aangekondigd in de droom van Selma. Het verhaal wordt dus verteld door Louise, die een opleiding tot boekhandelaar volgt. En haar beste vriend Martin is overleden na zo'n okapi-droom van Selma. Ze deden een spelletje in een rijdende trein. En op een bepaald moment vloog de deur open en Martin werd daar uitgeslingerd. En daarna wordt ze dus verliefd op die Frederik, jongen van 25. En die komt een keer toevallig in het dorp terecht. En ze raken aan de praat. En Leeky doet hele aardige dingen over met het boeddhisme van deze man. Want er zijn een aantal mensen in het dorp die denken dat de boeddhisten de wijsheid in pacht hebben.
En dus wordt die Frederik meermaals bevraagd. En met de liefde tussen Frederik en Louise, ja, daar gaan we het een boek lang mee doen. In dat dorp wonen een hoop rare snuiters. Hè? Die Selma met haar rare dromen is er één van. Louise lijkt nog redelijk normaal, maar verder hebben we het over een opticien. Die verliefd is op Selma, maar dat niet uit zijn strot krijgt. Dan heb je nog Marlies, die altijd klaagt en nooit haar huis uitkomt. Dan hebben we nog Palm, dat is de jager met een stelletje rothonden. En met een drankprobleem. En dat was de vader van deze Martin trouwens. En dan hebben we Elsbeth, het kruidenvrouwtje, die met middeltjes, die overal middeltjes tegen heeft. En, maar zelfs voor haar is de dood een mate groot. En daar maakt ze de vrouw van de burgemeester bijvoorbeeld wijs dat het helpt als je met je voorhoofd tegen een paard leunt. Nou, daarmee verklap ik al dat het ook wel een heel grappig boek is. Er zitten echt hilarische passages in, ontzettend leuke grappen in. Misschien is dat ook wel een vergelijking met Amélie, want Amélie wordt zogezegd een feel-good film genoemd. Nou, dit is ook echt een feel-good boek. Al gebeuren er ook een hoop nare dingen. Maar goed, als die 24 uur dus dreigen te verstrijken, hè, na een Okapi-droom, dan ja, wordt iedereen natuurlijk heel erg onrustig en zenuwachtig. En als er dan iemand komt te overlijden, dan is iedereen weer opgelucht voor even. En dan verzamelen ze zich bijvoorbeeld bij de brievenbus om de brieven die ze als laatste brief in hun leven hebben geschreven, om die weer uit de handen van de postbode te gissen, omdat dat toch allemaal net iets te groot was om bij leven nog te schrijven. Ze schrijft bijvoorbeeld de waarheden die mensen elkaar op vermeende valreep hadden. De waarheden die mensen elkaar op vermeende valreep hadden toegezegd, lieten zich niet meer terugnemen. Dat is mooi gezegd. Toch valt het niet altijd mee om de moed in te houden in dit boek. Alle personages zijn karikaturen, ze zijn absurd. Natuurlijk, het zijn allemaal uitvergrotingen uit het echte leven. En metaforen ook voor hoe we met elkaar omgaan. Maar daardoor, door al die eigenaardigheden, vind ik het boek af en toe ook wel een beetje vermoeiend, hoor. Maar al met al is dit wel een heel erg origineel boek. Het gaat vooral over de liefde, oftewel ons onvermogen om onze liefde te verklaren. In die zin is de relatie tussen Selma en de opticien een metafoor. Ik zei net al, hè, die opticien die doet haar zijn hele leven over om haar te vertellen dat hij haar van haar houdt, maar dat krijgt hij gewoon niet uit zijn strot. Terwijl ze gewoon een relatie hebben. Eigenlijk is daar gewoon helemaal niks mis mee. Je hoeft het helemaal niet meer te zeggen, want ze hebben het al. En daarmee speelt Marianne Leeky ook in dit boek. Eigenlijk alsof ze wil zeggen, we modderen maar wat aan, maar uiteindelijk doen we het beter dan we er ons van bewust zijn. Dat vind ik wel een hoopgevende gedachte trouwens. Die opticien, dat is degene die met name die boeddhistische Frederik heel erg interessant vindt. Hij heeft een bijzonder wezenlijke vraag. En die luidt, klopt het dat iets kan verdwijnen als we het proberen te zien, maar niet kan verdwijnen als we het niet proberen te zien? Daar moet de monnik, zelfs de monnik, over nadenken. Want een mantra kraak je niet zomaar. Niet erg doordacht, dat boeddhisme, schrijft Louise als Frederik weer in Japan is. Want zij probeerde hem al weken niet te zien, terwijl er desondanks volledig verdwenen was. En de liefde is soms zo groot dat we die niet kunnen zien als we ze willen zien, maar verdwijnt al niet als iedereen hem probeert te zien of verzwegen wordt. Heel langzaam groeien in dit boek, om het met de woorden van Louise te zeggen, we kunnen van alles met de liefde doen, maar we kunnen haar niet veranderen. Het is echt een heerlijk boek. Het volgende boek is van Marjolein van Heemstra. Het heet En we noemen hem. Marjolein van Heemstra
Ik kreeg op haar 18e verjaardag een ring vanuit de familie. Met het verzoek of zij haar aanstaande zoon zou willen vernoemen naar een held uit dezelfde familie. En die ring kwam ook van hem. Nou, dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. Hè? Als je zwanger bent, dan ben je als ouders natuurlijk al in een vroegtijdig stadium op zoek naar, naar een goede naam voor je kind. Nou, mocht je een zoon krijgen, dan is het natuurlijk heel mooi als je die kunt noemen naar een held uit je eigen familie. Dus zij kende het verhaal vaag dat er iemand in de familie was die aan het einde van de oorlog een aantal NSB'ers opruimde. Maar ze dacht van nou, laat ik dit verhaal toch maar eens uitpluizen om te kijken wat er nou precies van klopt. En daarmee begint eigenlijk een speurtocht die de rest van het boek zal duren. Dat werkt altijd goed hè? In een boek, een speurtocht die je als lezer helemaal kunt volgen. Dus dat geeft het boek ook een lekkere vaart, zou ik maar zeggen. Tegelijkertijd is ze zwanger. En beschrijft ze ook haar zwangerschap. Dat doet ze soms heel erg plastisch. Bijvoorbeeld, terwijl een laag vet om haar heen vouwt. Haar borsten worden opgeslokt door grotere borsten. Haar voeten door grotere voeten. Nou ja, dat soort plastische beschrijvingen over wat er fysiek met haar gebeurt, beschrijft ze. Maar dat zijn natuurlijk een hele hoop gedachten die ook meespelen als je probeert te bedenken hoe het zal zijn als je straks een kind hebt. Dus dat zijn twee verhalen. Enerzijds de speurtocht, anderzijds de zwangerschap, het komende nieuwe leven die een belangrijke rol hebben in dit boek. Twee mooie verhaallijnen. De eerste ontdekking eigenlijk die ze doet, is dat er niet zo heel veel materiaal over deze Frans en zijn trawanten voor het oprapen ligt. Je moet er echt goed naar zoeken, je moet geduld hebben. Van deze taak kwijt ze zich met verven. Een van de eerste ontdekkingen die ze eigenlijk doet, is dat deze aanslag plaatsvindt op Sinterklaasavond in een jaar na de oorlog. Dat betekent dat de rechtbanken allang weer aan het werk zijn en dat er weer recht wordt gesproken in Nederland. Dus hier neemt iemand het recht in eigen hand, zou je kunnen zeggen. En dat is een van de eerste ontdekkingen die zij doet. Nou, deze Frans, zo heette die man, werd de bommenneef genoemd. Hij krijgt steeds meer, letterlijk handen en voeten in dit boek. We gaan hem steeds beter leren kennen. Het is typisch voor dit soort verhalen dat er zijn een hele hoop momenten dat ze denkt, nou heb ik misschien genoeg, maar zij wil steeds meer informatie over deze Frans. En wat er dan gaat spelen is natuurlijk dat je dat zo'n verhaal een hele hoop facetten heeft, een hele hoop kanten heeft. En dat is maar net waar je het meeste geloof aan hecht of wat je het meeste van belang vindt. Aanvankelijk is er alleen maar een doos met papieren. En zoals zij, Marjolein, dat beschrijft, die getuigen van een lulligheid van een doodgewoon leven. Ze vroeg zich af, waar zijn de onderscheidingen? De bewijzen van moed, offering en trouw die je toch bij zo'n held of een heldenleven zou verwachten. Maar die vindt ze niet. En langzaam ontrafelt Van Heemstra het verhaal van de aanslag en de rol van Frans erin. En blijkt dat hij helemaal niet zo sympathieke gast is. Althans, bijna alles draait om vrouwen en auto's. En hij had een teringhekel aan alles wat links of progressief was. Er komen uitspraken van mensen die ze spreekt als Frans was een jager. Frans was altijd kwaad.
maar ook gedijt iemand van, met Frans was het altijd feest. Dus er zijn een hele hoop smaken aan deze Frans. Dus de waarheid is niet altijd even eenduidig. Het lijkt erop alsof deze Frans nogal goed boerde in die Tweede Wereldoorlog. Het lijkt erop alsof hij deze oorlog koste wat kost wilde voortzetten. Je hebt mensen die verslaafd zijn aan de spanning, aan de sensatie, aan het geheime, aan de missies. Dat beeld komt een beetje naar boven bij deze Frans. En Marjolein zegt het eigenlijk nog veel mooier. Hij wilde eigenlijk voor altijd doorgaan met het beëindigen van de oorlog. Dus een man die de oorlog heimelijk verheerlijkte als een tijd waarin de dood hem op de hielen zat en elke sigaret smaakte als de laatste. Nou, dit soort prachtige beschrijvingen, daar trakteert Marjolein van Heemstrans op. Wat is er nou precies gebeurd? Die man die bij de aanslag om het leven kwam, die zou gehuld hebben met de bezetter. Hij zou duiven hebben geleverd aan de Duitsers. Nu moet je dus die rol van duiven niet onderschatten in de Tweede Wereldoorlog, want dat waren boodschappers. Ze konden berichten overbrengen. En na de oorlog, dat is bij velen misschien niet bekend, zijn er 30 duiven gedecoreerd wegens heldenmoed en een belangrijke rol hebben gespeeld voor het vaderland. Dus de vraag, wat deed deze man eigenlijk? Hielp hij de Duitsers of wilde hij ze juist verraden? De rechtbank spreekt hem na de oorlog vrij. Wegens de aard van de daad. Het handelen in duiven. En gebrek aan bewijs. Dus blijft er over dat deze Frans en zijn vrienden. Zeg maar uit eigen beweging. Of eigen rechter speelden. Daar kun je het. Daar kun je donder op zeggen. Maar zoals bijna alles in dit boek zo makkelijk of zo eenduidig is de waarheid niet. Want uiteindelijk blijkt, wordt gesuggereerd, dat Frans opereerde in opdracht van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Die Frans zorgde in elk geval voor dat er een splinterbom verpakt als Sinterklaas surprise bij deze familie voor de deur wordt gelegd. Een meisje haalt de surprise, wordt dus aangebeld beneden. Een meisje haalt het pakketje op, brengt het naar boven. Daar ontploft dat ding en er vallen 3 doden, onder wie de duivenhandelaar, zeg maar. Marjolein probeert te achterhalen wat er allemaal aan vooraf is gegaan en stuit uiteindelijk ook op de rechtbankverslagen. En daar wordt die Frans, die blijft zwijgen over van alles en nog wat, maar uiteindelijk is hij wel bereid om iets te zeggen over de doden die niet voorzien waren. 2 vrouwen in dit geval. En dan zegt hij, zo gaan die dingen. Tja. Dat is nogal een uitspraak. Dit is een vlot en een vloeiend boek. Steeds komt ze een stukje dichter bij de waarheid. Je voelt wel als lezer dat ze de familie geschiedenis een beetje naar haar hand heeft gezet. Het is een roman. Het is geen familiegeschiedenis. Aanvankelijk dacht ik, dit is een waar gebeurd verhaal, een echte familiegeschiedenis, familieverhaal. Maar je voelt, en ze is daar aan het einde van het boek ook over, open over als ze een beetje naar de verantwoording zoekt, dat ze er vooral ook een spannend verhaal van heeft gemaakt. Ik denk dat de basis natuurlijk allemaal klopt. Dit is haar verhaal, maar vermoedelijk heeft ze al eerder wat ontdekkingen gedaan, maar heeft het in volgorde gezet die voor ons lezers veel beter uitkomt en veel fijner laat lezen. Tegelijkertijd vind ik dat ook wel een tikje teleurstellend om die ontdekkingen te moeten doen. Maar allee, het is een heel persoonlijk boek en laten we het daar maar
maar op houden. En ik vind ook dat ze die zwangerschap heel mooi door dit verhaal weeft. En aan het einde ook heel mooi samenbrengt. Goed, langzaam slaat die twijfel dus toe. Moet ik hem Frans noemen of niet? Is het een held of een moordenaar? Ze schrijft, ik heb 25 jaar staan opscheppen over deze held in mijn familie. En dan heeft hij dit uiteindelijk op zijn geweten. Uiteindelijk komt ook de vraag die vaak wordt gesteld als het gaat over de Tweede Wereldoorlog. Wat zou jij doen? Wat zou jij hebben gedaan? En met de kennis van nu is natuurlijk een hele hoop makkelijk te beantwoorden. Maar Marjolein van Heemstra laat in dit boek zien dat je die kennis wel moet vergaren. Als je alleen maar de mythe koestert, dan zadel je het nageslacht op met een leugen. Het volgende boek is van Peter Stamm. In geen velden of wegen, een Zwitserse auteur. Op een dag, op de laatste dag van de vakantie, beter gezegd, verlaat Thomas zijn huis. Hij is nog een wijntje drinken. Zijn vrouw is net naar binnen gegaan om de kinderen in bed te leggen. Hij staat op, loopt de tuin uit en gaat lopen. Zonder vooropgezet plan. Hij blijft lopen. Dagen. Weken, maanden, sterker nog, hij loopt tot het einde van het boek. Je zou zeggen dat zijn echtgenote, als er zoiets gebeurt, in alle staten is. Maar dat blijkt nogal mee te vallen. De eerste dagen zegt ze tegen de kinderen en collega's, sportgenoten, alleen maar dat hij een paar dagen weg is. En dat het eerst dat hij ziek is, dan dat hij een paar dagen weg is. Ze gebruikt een aantal smoesjes. En ze verbaast zich er eigenlijk over hoe makkelijk mensen zoiets slikken. En in de tussentijd loopt deze Thomas gewoon door. We komen er niet echt achter waarom. Hij is vertrokken. Er lijkt geen ruzie aan vooraf te gaan. Het is een soort opwelling. En hij keert daar niet op van terug, van die gedachte. Pas als zijn afwezigheid echt niet meer weg te liegen is, doet Astrid, zoals zij heet, aangifte. En dan pas eigenlijk, en daar was ook wel een beetje bang voor, op het moment dat je aangifte doet, wordt het echt officieel. En dan hebben we echt een verdwijning aan de hand. Dan gaan mensen zoeken, je met je bezighouden. En het is net alsof een verdwijning pas bestaat als die in de boeken terechtkomt. Aan de ene kant schaamt ze zich kapot, want wat moet ze de buitenwereld vertellen? En aan de andere kant blijft ze met Thomas verbonden. Daarmee wordt ze een soort medeplichtige in een soort heimelijke samenzwering. Dat is het gevoel van die vrouw. Maar Thomas die laat zich vooral opslokken door de wereld waar, doorheen hij trekt. Deze Astrid die zegt bijvoorbeeld, ik heb geen idee waarom die is verdwenen. En eigenlijk kom je daar als lezer ook niet helemaal achter. Na een bladzijde of 50 wandelen, dan weet je het wel. Dan wordt het ook tijd dat er iets gebeurt. Maar er gebeurt heel weinig in dit boek. Er wordt vooral gewandeld. En zeker, Stamm beschrijft dat landschap heel erg mooi. Ik vind dat Stamm prachtig schrijft over wat Thomas onderweg allemaal tegenkomt. Dat houdt je als lezer ook echt op de been. Aan de kinderen vraagt Astrid de verdwijning niet aan de grote klok te hangen. Dit gaat alleen ons en papa wat aan. Daarmee wordt die samenzwering nog maar een keer bevestigd. Vreemd genoeg heeft die Thomas nauwelijks concrete gedachten over de achterblijvers. Zelfs geen beelden. Alleen een diffuus gevoel van verbondenheid dat hem verwarmde. En bij de kinderen hangt er een soort schaduw van onbestemd verdriet en geslotenheid. En heel veel woorden worden er niet aan vuil gemaakt. Dat gaat wel een beetje wringen als je dit boek leest.
Maar je voelt dat Stam daar niet aan wil. Het is niet een. Ik denk niet dat hij heeft bedacht van. Daar wil ik niet aan, maar dit is part of the deal. Het is een opwelling en in die opwelling blijft deze man wandelen. Die Thomas doet er ondertussen vrij weinig voor om zijn sporen te wissen. Hij pint gewoon en dus wordt hij getraceerd. Maar ja, een volwassen man die niet tegen zijn zin wandelt, die mag gewoon wandelen. En dus laat de politie het er op een bepaald moment bij zitten en kan hij maanden, jaren doorwandelen. Het verandert helemaal niets aan de situatie in elk geval. Na een maand of zo maakt hij een val. Ze weten dat te reconstrueren. Ze vermoeden dat hij in een ravijn is gevallen. Dat hij om het leven is gekomen. Hij krijgt zelfs een begrafenis en daarmee lijkt het verhaal klaar voor de achterblijvers, maar Astrid denkt, voelt vooral en onderschat het gevoel van een vrouw nooit dat hij nog leeft. Wat is nu de grootste beloning voor deze wandeltocht van Thomas? Dat is zijn gevoel voor vrijheid dat hij terugkrijgt. Bergen, onbewoonde dalen, de natuur, het volgende dorp op een dag lopen. Hij voelt zich vrij als nooit tevoren. Hij heeft eigenlijk gebroken met alle ketenen van zich afgeschud. Dat staat langzaam in schril contrast tot Astrid. Want die kan niet meer goed voelen, niet meer goed ademhalen. Stam schrijft, haar rouw leek wel een water waar ze steeds weer in viel. En niemand leek te begrijpen dat haar relatie met Thomas voor haar niet was afgelopen, alleen maar omdat hij er niet meer was. De vraag is natuurlijk, wat moeten we met dit verhaal? Thomas en Astrid komen niet los van elkaar. Moeten we daar een conclusie uit trekken? Op de een of andere manier krijg je wel sympathie voor die Thomas, maar het is natuurlijk echt een rare snuiter. En zeker als je nadenkt over hoe die over zijn kinderen denkt, of hoe die zomaar weg kan lopen van zijn kinderen. Misschien kun je het ook als een metafoor zien. Maar dan schrijft hij op een bepaald moment, het was alsof ze iets van hem hadden beroofd. Dat is natuurlijk heel curieus. Aan het einde, die Astrid die houdt een beetje contact met de politieman die de hele speurtocht altijd heeft begeleid. Op een bepaald moment pas op de plaats moest maken. En uiteindelijk zegt die politieman tegen Astrid, hij heeft zich gedragen als een smeerlap. Tja, en daar wil Astrid niet aan. Het volgende boek dat voorligt is dat van David Funkinos. Het geheime leven van Henri Pic. Soms heb je van die boeken die het vooral van een geweldig idee moeten hebben. En dit is hier een typisch voorbeeld van, vind ik. Ik kan er als docent aan de Schrijversacademie over meepraten. Er zijn heel veel mensen die de ambitie hebben om een boek te schrijven, die daar ook mee bezig zijn. Ik kom er heel veel tegen. Ik lees ook heel veel stukken uit die boeken. Maar het aantal mensen dat daadwerkelijk schopt tot een publicatie, dat zijn er niet zoveel. En dat betekent dat er in dit land, en over de hele wereld trouwens, eindeloos veel manuscripten moeten liggen. Zoals ze niet vernietigd zijn natuurlijk, die nooit een publicatie krijgen. Tegenwoordig is dat iets makkelijker. Hè? Je kunt gewoon je boek online laten printen, print on demand, dat soort dingen. Maar hoe dan ook, David Funkinos kwam op het idee om ergens een bibliotheek op te richten waarin al die manuscripten terecht kunnen, een plek kunnen vinden die nooit gepubliceerd zijn. Ja, super idee natuurlijk. Het grappige is dat hij daarvoor niet Parijs uitkiest. Het literaire centrum van Frankrijk natuurlijk. Funkinos is een Franse schrijver, grote schrijver, veel prijs gewonnen. Maar hij kiest daarvoor een dorpje in
in Bretagne genaamd Finistère. De man die het idee had om al deze manuscripten daaronder te brengen is de plaatselijke bibliothecaris genaamd Jean-Pierre Courvec. En deze noemt dit een monument tegen de vergetelheid. Daar kun je je alles bij voorstellen natuurlijk. Want, zegt Courvec, iedereen houdt van lezen. Iedereen heeft een speciale voorkeur voor een boek. Er is altijd voor elk boek een ideale lezer te vinden. Nou, en als je ze dus niet vindt in de boekhandel of op het internet, kun je altijd nog terecht in die bibliotheek daar in dat betonse dorpje. Die Courvec heeft er zelfs een missie van gemaakt om lezers te zoeken bij boeken. Hij denkt dat hij deze Courvec denkt dat hij mensen kan koppelen aan een boek. Zodra iemand binnenkomt, weet hij van dat boek hoort bij die persoon. Eigenlijk zoals een echte bibliothecaris ook zou kunnen functioneren. Mensen kennis koppelen aan kennis van de boekenwereld. Uiteindelijk vangt deze collectie boeken enorm veel publiciteit. En dus betekent dat de manuscripten toestromen. Hij kan ze eigenlijk nauwelijks meer herbergen daar in de bibliotheek van hem. Hij moet dus zelfs een assistente inhuren. Dat wordt dan Makkeli Kroze. Dat is het eerste personage dat erbij komt. En zij is wel redelijk nuchter. Zij roept dingen als: waarom zou je boeken bewaren die niemand wil hebben? Of: schrijvers zijn gestoord en schrijvers die niet publiceren, die moeten dus nog wel erger zijn. Dat is natuurlijk allemaal buitengewoon grappig. Er zit veel humor in dit boek. Op een dag pikt een veelbelovende redactrice van een gerenommeerde uitgeverij in Parijs natuurlijk, genaamd Delphine Despereau, een boek uit deze bibliotheek. Deze redactrice heeft een grote naam gemaakt, want ze heeft een vrij onbelangrijke schrijver heel groot gemaakt in Frankrijk. En zelf heeft ze een relatie met een schrijver die niet zo groot is, die eigenlijk nog de literaire wereld moet veroveren. Hij heet Frédéric Coscas. En hij is de schrijver van de roman De Badkuip, over het leven van een man die zijn leven in een badkuip wil doorbrengen. Ja, een beetje flauwe grap, maar zoals alles in dit boek, overal heeft Funkinos een connotatie met de literaire wereld. En de man in de badkuip lijkt al, refereert naar mijn smaak, naar Goncharov's Oblomov. Dat is een man die eigenlijk een hele dikke roman lang op zijn bed ligt en verder geen fluit uitvoert. Er zit ook wel een beetje flauwe humor af en toe in, want er wordt gesuggereerd dat mocht het boek De Badkuip mislukken als literaire kraker, dan zou de opvolger wellicht Het Bed kunnen heten, want dat ligt de mensen comfortabeler. Nou, met dit soort humor moet je het wel doen in dit boek. Maar goed, hoe dan ook, deze Funkinos houdt de literaire wereld een spiegel voor. Dat is absoluut een feit. Eigenlijk is dit boek, is pure satire. Hij strooit met grappen en misverstanden over de schrijverij. Soms is het heel vermakelijk. Soms gaat het echt over clichés, over schrijvers, over redacteuren, over uitgeverijen. Je kunt je er van alles bij voorstellen. Het is heel amusant. Deze Delphine en Frédéric die ontdekken dus een meesterwerk in die bibliotheek van vergeten boeken. En deze roman is een echo van Pushkins Lijdensweg. En Pushkin is een klassieke Russische dichter die door een duel om het leven is gekomen. Ik weet niet of
Pushkin veel buiten Rusland nog heel veel gelezen worden, maar je voelt natuurlijk al als iemand een roman schrijft in het licht van zo'n klassieke roman, in dit geval dan hè, van Pushkin. Ja, dat noemen we literatuurreluur. Maar ze gaan dus op zoek naar degene die dat boek heeft geschreven. En wat blijkt? Het is geschreven door een pizzabakker. En deze pizzabakker, daarvan heeft nooit iemand in zijn omgeving vermoed dat hij überhaupt een schrijver was of dat hij iets met schrijven had. Zelfs een weduwe heeft geen idee. Als hij dit boek uiteindelijk leest, zegt ze, ik begrijp hem nu pas. Groot mysterie, je snapt natuurlijk veel publiciteit, want een pizzabakker heeft een boek geschreven en dan gaat het helemaal los in dit boek. Want iedereen wil natuurlijk weten, wie was die pizzabakker, hoe komt hij erbij om in het geniep een boek te schrijven dat zo goed is, dat ook nog referenties heeft naar de klassieker zoals Pushkin. Kortom, eigenlijk gaat het helemaal niet meer over de inhoud van dit boek, maar het gaat over de publiciteit eromheen en het zoeken naar de schrijver. En dat kennen we allemaal wel. Soms zijn schrijvers belangrijker dan de boeken die ze schrijven. En dit is een van de spiegeltjes die Funkinos de lezer hier voorhoudt. Of de literaire wereld, zo je wil. Dit boek, of het verhaal in ieder geval van Henri Pieck, want dat is de pizzabakker, schopt een hele hoop levens in de war. Want deze Delphine wordt natuurlijk nog beroemder, haar vriend wordt nog miskender natuurlijk, want er komt een groot boek uit waar hij weinig mee op heeft. Er komen recensenten, andere uitgeverijen die vragen zich af hoe dit allemaal kan. In de literaire wereld heeft het een enorm effect. Er wordt zelfs iemand gevonden wiens boek een stuk of 30 keer is geweigerd door allerlei uitgeverijen. Nu wordt het wel gepubliceerd met een bandje eromheen. 32 keer geweigerd en nu toch een publicatie. Nou, dit soort satire bedrijft Funkinos zeer goed. Uiteindelijk vind ik het boek wel een beetje inzakken hoor. Met name in het vierde deel vind ik het heel saai. Gebeurt er weinig, stroomt het maar een beetje verder. En bekruipt me toch een beetje die gedachte dat je weliswaar een heel goed idee kunt hebben om een boek te schrijven. Maar om het dan ook nog eens een keer zodanig uit te werken dat het een boek lang interessant blijft. Opmerkelijk genoeg wordt het boek van deze pizzabakker vergeleken met het boek Onderworpen van de hedendaagse schrijver Michel Houellebecq. Dat ik zelf een bijzonder interessante roman vond. En hier wordt gesuggereerd dat dat boek vooral te prijzen is, ook vanwege het idee dat erachter steekt. Het idee achter die roman van Houellebecq is dat de moslims in Frankrijk steeds groter worden, het voor het zeggen krijgen, de scholen overnemen, het openbaar bestuur overnemen. En wat dan de gevolgen zouden zijn voor een land als Frankrijk. Nou, krijgt Houellebecq hier een veeg uit de pan? Is het zelfspot? Is het cynisme? Dat mag je als lezer lekker uitzoeken. Maar ik denk dat een goed idee en een matig boek eerder opgaat voor deze roman dan voor Onderworpen van Houellebecq. In zijn beste passages klinkt dat sarcasme van Funkinos wel lekker door. Bijvoorbeeld hoe ranzige publiciteit goed is voor de verkoop. Mensen begonnen het als iets moois te zien om afgewezen te worden. Dat soort fantastische zinnen staan erin. Goed, spoiler alert. Uiteindelijk zetten die mislukte schrijver Koskas en Delphine Despereau, de uitgeefster, het manuscript van de auteur van de Badkuip in de bibliotheek.
En eigenlijk loopt aan het einde van dit boek alles uit de hand. Niemand weet dat Koskas het meest verkochte boek in Frankrijk heeft geschreven en ook alle royalties misloopt daarom. Hij probeert te redden wat er te redden valt om daarover weer een boek te schrijven. Maar dat zou de reputatie van Delphine dusdanig schaden dat zij ermee dreigt haar zwangerschap te beëindigen als hij dat plan uitvoert. En zo eindigt ermee dat het manuscript van De Man die de Waarheid Spreekt, zijn nieuwe boek, in de bibliotheek van Afgewezen Boeken terechtkomt. En daarmee is het verhaal rond en kan het uiteindelijk net als het andere boek ooit gevonden worden. Ik vind het plot een beetje voor de hand liggend, maar ik heb toch dit boek met zeer veel plezier gelezen. Het volgende boek is dat van Connie Palme. Jij zegt het heet het. Het heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen in 2016. Ted Hughes was een Britse dichter en schrijver die in 1998 overleed aan een hartaanval. En hij was 6 jaar van zijn leven getrouwd met de Amerikaanse dichter en schrijfster Sylvia Plath. En ik begeef me misschien een beetje op glad ijs door dit te zeggen, maar ik vermoed dat die relatie tussen deze twee schrijvers misschien nog wel bekender is dan de titels van de boeken van Ted Hughes. Die Hughes en Plath die leefden een echt schrijversleven. Zoals Alberto Moravia, de Italiaanse schrijver, dat is zo mooi verwoorden. Ze leefden in een wolk van literatuur. Na de dood van Plath krijgt Hughes flink voor de kiezen. Met name door de feministische beweging krijgt hij eigenlijk de schuld van haar dood. Haar zelfverkozen dood. Hij wordt uitgemaakt voor fascist, voor tiran, voor vampier, voor mannelijke overheerser, voor moordenaar zelfs. En je zou denken dat hij de rest van zijn leven zou vechten tegen al die aantijgingen van schrijvers, van journalisten, van activisten, noem maar op, het publiek. Maar nee, Hughes deed er vooral het zwijgen toe. Postuum krijgt hij de beste advocaat denkbaar, namelijk de Nederlandse schrijfster Connie Palme. Natuurlijk, er staat een roman op de cover van dit boek, dus dat betekent fictie. Maar niettemin heeft Connie Palme zich gebaseerd op allerlei biografieën, het werk van Plath, van Hughes, van wat ze maar te pakken kon krijgen, vermoed ik, het zal een hele riddel boeken zijn. Dus eigenlijk kruipt de schrijfster in de huid van de schrijver in dit geval om hem een stem te geven. En vandaar dat, en hij wordt trouwens nergens met name genoemd in het boek. Vandaar, jij zegt het, hè? De titel van dit boek. Connie Palme gaat echt heel diep om dit het leven van dit schrijvers-echtpaar te reconstrueren. Ik denk dat dat ook wel een beetje eigen is aan de boeken van Connie Palme. Daar zit altijd een hele mooie gelaagdheid en een mooie diepgang in. Het is echt een zielspeuteraar, zou ik bijna willen zeggen. En ze doet dat gewoon ook in dit boek weergaloos. Er is al vaak gezegd dat dit haar beste boek zou zijn. Ik denk dat ik me daar wel bij kan aansluiten. In die Sylvia Plath huist een innerlijke tiran, die een hardvochtiger despoot is dan de wreedste dictator in de wereld, zoals zei Connie Palme. Ze vergt het uiterste van zichzelf om een succesvol schrijfster te worden. En dat gaat aanvankelijk heel goed. Ted Hughes kan zelfs leven van de garage die Sylvia Plath binnenbrengt, helemaal in het begin van haar carrière.
Maar Sylvia Plath wonen heel wat demonen die zich vaak en danig laten gelden. Connie Palmer laat Hughes zeggen: steeds vaker betrapte ik me op de gedachte dat ze geen verlichting zocht, dat ze te verknocht was aan de pijn om zich los te kunnen maken uit een vertrouwd verbond met God de Vader, lees haar eigen vader, een verzwelgende moeder, de heerlijke heftigheid van de paniek en de lokkende bevrijding van de dood. Tja, daar staat nogal wat, hè? Maar Connie Palmer maakt het allemaal zichtbaar vooral en geloofwaardig. Omdat vervolgens, en dan zegt Hughes zegt op een bepaald moment, zij, dus Sylvia Plath, had mij eigenlijk helemaal niet nodig. Om dat meteen maar te ontkrachten, want wat blijkt nu, dat die Ted Hughes, en dat is waarschijnlijk ook een van de redenen geweest dat Connie Palmer dit boek ter hand heeft genomen of is gaan schrijven. Deze Hughes blijkt aanvankelijk een hele trouwe echtgenoot die de demonen van Sylvia Plath in toom probeert te houden en haar van te verlossen. Vernietigingsdrang, zelfhaat, het zijn allemaal termen die op de dichteres van toepassing zijn. En ergens zegt de ik-persoon in het boek: ik luisterde naar haar wolven en was doof voor de mijne. Tja, dat gaat dus niet lang goed, dat begrijpen jullie. Connie Palmer fileert de levens van Plath en Hughes. En soms gaat ze heel erg ver. Want als je dit schrijft, dan heb je wel lef hoor. De godsganselijke buitenwereld beschouwde ze als haar versnipperde representanten van haar moeder. Ze kon de liefde van haar moeder alleen verwerven als ze succesvol was. En omdat deze killerruilhandel haar met woede en haat vervulde, zat ze haar dwars door geen pen op papier te krijgen. Allemaal voor rekening van Connie Palmer. En daarom staat er dus ook roman op de cover van dit boek. Het gaat van kwaad tot erger tussen die twee. Daar doen de komst van kinderen en nieuwe huizen niets aan af. Ze vernietigt zelfs een manuscript en een lievelingsboek van Shakespeare van Hughes. En dan zegt hij ergens: ik voelde me als een man die een vos beschermt tegen zijn eigen blaffende honden en daarbij door de vos, zich daarbij door de vos laat bijten. Hij is ook een vos, die Hughes, want hij is in gevangenschap en zoekt de vrijheid. Dat duurt een hele tijd voordat hij die vindt. Ik moet zeggen dat gaandeweg, als je dit verhaal voornamelijk vanuit het perspectief van Ted Hughes leest, voel ik wel de behoefte om ook eens iets te gaan lezen over de andere kant. Over wat al die activisten in hun hoofd hadden die Hughes beschuldigen van Plath's dood. Sylvia Plath uiteindelijk krijgt het steeds zwaarder en kondigt uiteindelijk haar dood aan in het gedicht Om. Maar als Sylvia haar poëtische stem eindelijk heeft gevonden, betekent dat Ted de zijne moest bevrijden. Hij vertrekt met een hoop gedoe. Sylvia Plath legt haar hoofd in de oven, zet de gaskraan aan en sterft. Haar kinderen zijn nog gewoon in huis. Natuurlijk voelt Hughes zich schuldig en wordt daarin bevestigd door die buitenwereld die hem op het schavot zet. Die zijn dood eist als het ware. En de bewijslast die ze aandragen komt vooral van Sylvia Plath, want die heeft heel veel geschreven over deze relatie. En ja, dat wordt gebruikt als munitie om Hughes van zijn sokkel te blazen. Zo vat Connie Palmer het leven van Hughes samen na de dood van Plath. De afgelopen 35 jaar ben ik de zwijgende gijzelaar geweest van haar mythe. Opgesloten in een mausoleum waarin ik tentoongesteld werd als een reliek van een tragisch huwelijk. Prachtige zin natuurlijk. Connie Palmer heft dat zwijgen op
Hij geeft Joeks een stem. Laat hem spreken. En het is gedurfd als je weet dat er een schatkist is met allerlei documenten van Ted Joeks, die pas in 2023 open mag worden gemaakt. Hoe dan ook, dit is een prachtig boek.